Wij zijn uitgerukt naar de Middelbrand aan de Hoefsmid. En naar Weilandhoven. A7 voor de C24. Kunnen wij best rijden via de hoofdweg of via de zijingang? Voor 6 uur wachten op bij die portzalen. Ja, dat is prima. Oké, aan de zijkant dus. Ik heb 2 slachtoffers binnen, man. Meneer, wat zijn er mensen binnen? Kom. Rustig aan. Rustig aan, meneer. Wat is er dan? Ik heb hier brand binnen. Waar heb je precies brand? In de sporthal. Oké, hoe komen we zelfs in de sporthal? Ik heb daar gewoon A7 de C24 is te plaatsen en zijn inderdaad opgevangen door de conciërge. Ja, ik heb toch 2 man binnen, 1 man binnen. En waar zouden die mensen zitten dan? Kan jij dat voor mij vertellen? Ja, kom maar mee. Nee, u blijft even, u blijft even hier. Kan u vanaf hier? Met mij, ik geef u een krijtje. En als u dan uittekenen waar die mensen zijn. Nou, kijk. En waar precies brand? Ja, en hier zijn ze bezig volgens mij. Wat zijn ze dan doen? Ja, schoonmaken. En waar zou die branden dan? Waar heb je ook gezien? Ja, en hier ook gelijk zeg maar, als je in de kleedruimte komt, is er gelijk brand. Oké, ja. Kan je nog contact krijgen met de slachtoffers? Nee, want ik heb al geprobeerd, want ik ben nog wel onder binnen, maar... Ja, ik wil dat jij bij dat voertuig blijft wachten. Ik ga naar dat voertuig. En als we vragen hebben, dan komen we naar jou toe, ja? Ja, prima. Hey, heb je 2 slachtoffers binnen, in de sporthal. En hij heeft daar ook gezien, die pan. Hier, dus we gaan even gewoon overdruk in. Dan kunnen jullie met 2 stralen? Kennen. Ja. Waterwinning zoeken en waterwinning gereed maken tot voertuig. Ja, dat ga je hier uitzoeken. Okay. En dan opbouwen vanaf de, naar de tank uitspuit. En jullie gaan eerst gaan we afleggen door deze naar binnen, ja? Ja. 7-4-20 hier over de D745 over. Over de D745 voor de 24, geen bericht over. Ja, we zijn ter plaatse aan de zijkant van de Hoefsmid. Betreft de school. Er is brand gemeld in de sporthallen. Er zouden ook nog 2 mensen binnen zijn, waarvan er 1 minder valide. Wij gaan nu volop de redding zetten. En zorgen dat wij voldoende water tot onze beschikking hebben over. Ja, dat is begrepen. Ik heb begrepen van de alarmcentrale dat de sluitersbak voor de waterwinning aanrijdend is. Heeft u op dit moment nog meer nodig of u het potentieel uit de plaats redden, over? Ja, misschien oogwerk strak, maar dan weten we niet. Ja, precies. Ja, op dit moment gaan we het redden met het materiaal dat we nu tot onze beschikking hebben. Heel misschien moeten we straks oogwerker hebben voor de takcontrole over. Dat hoort straks. Ja, dat is helemaal goed. Oké, over. Nou, mijn aanrijdtijd is ongeveer plus minus nog een kwartier. Volg u wat wij nodig hebben, dan bereiken via de mobiele foto. Kunnen jullie gaan? Ja, jullie gaan rechts, wij gaan links. Oké, jongens, wij gaan linkerhandverkenning doen, dan sla ik straks linkerhand. Dus er zijn nog 2 mensen binnen, eentje is minder valide, toch? Eentje minder valide. Ja, oké. Even opletten of die kan lopen, hoe die aanspreekbaar is. Wat is er aan? Nou, we moeten doorslag naar die kant panden. Oké, die kant panden. Afschermen, uitbreiden, voorkomen. 3-4! 3-4! Jullie gaan doorverkennen en daarachter zit de doorslag, ja? Ja, hun, hier zit 1-2. Doorslag is rechts het pand in. Ja, wat hebben jullie? 1-2. 1-2. Wat hebben jullie? 4-0, waar? Hallo meneer! Oké, okay, jullie hebben oogcontact met mij, ik ga er even naartoe. Hallo meneer. Meneer. Hallo, ik ben aanspreekbaar. Kunt u niet lopen? Nummer 2, kun je even contact houden met het slachtoffer? Ik kom er zo weer aan. Jullie zitten hier zo, even kijken. Wat zit daar achter? Ja, jullie hebben dit in de gaten, hè? Jullie slang hier laten liggen. En dan richting 1-2 lopen en leggen slachtoffers. Die gaan jullie helpen me naar buiten halen, ja? Ja? Je hebt niet echt in de rook gelegen, maar wel bij zijn baasje. Het baasje gaan we het er nou uithalen, hè? Ja, ik zal hem even achter het wing zetten. Ja. En even kijken of de dierenambulance, ik weet niet of die onderweg is. Wie zal hem in? Even naar Brabant Noord zo. Prima. Ja, dat begrepen. Ik heb een dik probleem. Ik rijd mijn mondlek op de N217. Dus het gaat nog even duren. Ik heb op voorhand 2 over 30. Door de rechter aanrijdend,
begrepen. Heb je band lek gekregen. Wij weten de situatie. Het voelt zo weer onder controle. Even kijken, we moeten. Ja, is goed. Nee, maar er kunnen wel mensen heen gevlucht zijn. Hieronder brandt het ook niet, hè? Nee, ik heb het. Oké. Ja, dat is beton. Oké, okay, volgende. Nee, hij is niet aanspreekbaar. Wil jij het? Ja. Bevelvoerder 728, graag buiten overleg over D2898. Dat is de plaats over. Ja, wij komen naar buiten met slachtoffer. Ja, meneer de ambulance. Ja. Wij hebben hier een meneer, niet aanspreekbaar. Oh, ja, hij gaat naar Sint-Antoon Leeuwenhout weer zien. Oké. Okay. Slachtoffer afvoer naar Sint-Antoon Leeuwenhout. Ik heb net met je pompeline gesproken, die heeft de dierambulance. De eerste slachtoffer in de rolstoel is ook al afgevoerd. Okay. Ik heb de eigenaar gesproken, die zei dat er gesproken werd over 8 personen dat dat niet correct is, dat die weg zijn, die meer praat wat meer wordtaal. Hij is de schoonmaakster, hij was helemaal niet aan het basketballen, maar doordat hij invalide is, verzint hij wel eens meer verhalen. Dus okay. De schoonmaakster, die waren met z'n tweeën binnen en de schoonmaakster heeft altijd een hond bij hem. Zijn die personen gered? Ja, er zijn 2 personen en een hond uit. De vuurwaarden. Heb je die gevonden? Ja, hoeveel zijn dat er? We hebben nu 3 gevonden en mijn 3 vierde en door en zodra een 4e. Oké, zodra je de 4e hebt of dat hij er wel of niet is, hoor ik dat graag kunnen we gaan aflossen. Ja, ja? Dat kan wel. Helemaal niks. Oké, alles onder controle? Mooi. Alles onder controle? Alles onder controle? Ja. Mooi. Ik heb alles in gekregen. Mijn man, kijk even kijken hoe die daar zit. Daar zitten jullie ook mee. En we rijden ernaast jullie. 1-2. 1-2. Waar zitten jullie? Ik moet hier zitten. Bij ons is alles onder controle. Jouw 1-2 zit hier achter. Ja, en mijn 3-4. Maar jij 3-4 zitten zeker daar? Ja. Oké, dan heb ik hier mijn 1 en 2. Die slaat door. Daar is ook nog een deurtje erachter. Aan het eind van het halletje. Dat gaan we even controleren. Heb je die echt gekend? Ja, maar daar. Nee, maar het kan kennis zijn dat hij hier een beetje doorslaat. Even kijken en dan hebben we hem in onder controle. Hij is verkend. CV-ruim. Zat ik op overdeel? Ja. Wat is het? OVD 745 voor allebei de tassen. Graag melden bij de voordeur over. Joop, ja, we hebben alles in de kolom. Andere uur zijn aan dek. Afblussen. 1-2. Oké, 1-2. Afblussen. 3-4. Afblussen. Hij is uit, daar wil ik. Bij mij is hij ook uit. Ik ben aan het ventileren. Oké, dan gaan wij ook ventileren. 1-2 ventileren. 3-4 ventileren. 28. Kracht uit, pand geventileerd, alles laag gecontroleerd en wij gaan opruimen. Fantastisch, denk vooral aan de hittestoelen, pakken los, helm af en de rest van je kleding aanhouden graag. Jas mag ook open.